er wel bij onze roeping om rond te trekken. Dus ik ben zo vaak verhuisd dat ik er wel aan gewend ben. Het meeste dat het anders is toch, moet ik wel zeggen, mijzelf. Ik ben zelf zoveel ouder geworden, ik kan niet zoveel bewegen en rondtrekken. De laatste jaren toen ik op Bermanianum was, toen kon ik nog wel zo wat eventjes een straatje omgaan. Hè. Vroeger hadden we de bibliotheek in de buurt, hè, maar nu is die ver weg voor mij. De Jezuïeten hebben allemaal een status, zoals dat heet. Hè. Ik had er nog één toen ik hier kwam, kostte te zijn, maar dat kan ik ook niet meer. De status die ze nu hebben voor oude mensen, dat is, we bidden voor de Sociëteit van Jezus en voor de kerk. Het is goed, geloof ik, dat het gebouw gebruikt wordt. Dus wat dat betreft ben ik blij als er mensen komen. Maar de mensen moeten wel passen in het gebouw. Hè. Als er jongelui komen die geweldig met gaan dansen of zo en lawaai maken, dan gaat dat natuurlijk niet. De zuster die hebben gezegd, prachtig, prachtig. Het is een mooie kamer. Ik was altijd graag, maar ik nou hier ook weer. En ja, dat is fantastisch. U weet dat ik kloosterling ben en kloosterlingen kunnen nog altijd bij de haren vastgepakt worden en die kunnen dan het overheen zeggen van, broeder Alex, wij hadden zo gedacht dat u... Ik ben nog bezig om hier op pootjes te krijgen. De provinciaal heeft mij dus gevraagd, kun jij de oude boerderij weer een beetje leven geven? De leaser, wij leasen de beestjes, die heeft toegezegd dat we eind maart zeker een paar ooien hebben met lammetjes. En voor de school, als voor de bejaarden. En ik heb zelfs mensen die dat vertellen, die beginnen te huilen en zeggen, oh wat heerlijk, ze komen terug. Daar staan nog dozen van mijn verhuizing, die moeten nog uitgepakt worden. Daar heb ik nog geen energie voor gehad om, en dat, ja, dit gaat toch voor. Hè. Helpt de buurt hier dan mee? Of de paters? Nee, paters, dat zijn boekenwormen. Dat zijn boekenwormen. Die hebben geen eelt op de vingers. En dit zijn nou onder andere de 17 kinderen die we hebben in dit kinderthuis. Wat we doen, wat we niet doen, het staat helemaal in het teken van die 17 kinderen. We hebben een beetje last van de jeugd die kan hier komen en die springen over het hek heen. Dat is onvoorstelbaar. Die springen gewoon over de afrastering heen, tikken de boom aan, alle twee weer terug. En de strijd, wie was dan de eerste? Springen zo over de draad heen. Ik kan me dat niet voorstellen bijna. Als iemand mij had gezegd van dat gebeurt, dan had ik gezegd nee, kom,